Open uw Bijbel voor het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 19, versen 41 tot 44. We hebben in vorige week naar dit gedeelte gekeken en we hebben gezien hoe de vervulling van de profetie van Silo, die God in Genesis 49, vers 10 verklaarde. Vorige week sprak ik over de verwoesting van de stad Jeruzalem, zoals door Jezus geprofeteerd was in het gedeelte van Lucas 19, versen 41 tot 44. En Jeruzalem werd om twee redenen verwoest. De eerste reden omdat Silo was gekomen. En de tweede reden was omdat gij de tijd van uw bezoeking niet hebt onderkend. Lucas 19, vers 41 tot 44. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen en zullen u tot de grond neerwerpen en uw kinderen in u. En zij zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten, daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. Gegaan zijnde in de tempel begon hij uit te drijven degenen die daarin verkochten en kochten. De tweede reden waarom de stad Jeruzalem verwoest zou worden was omdat u de tijd van uw bezoeking niet opgemerkt hebt. Omdat je de Messias niet herkende toen hij kwam. En omdat je de Messias niet kon gebruiken nadat hij kwam, zag je niet dat je slechts een leeg omhulsel was en vol zonde. En zag je niet dat de tempel, ook in Jeruzalem, slechts een lege huls was, vol zonde. Degene die de leegte in jou had kunnen opvullen, heb jij aan een wreed kruis gekruisigd. Degene die gekwalificeerd was om zijn intrek te nemen in het heilige der heiligen, heb jij uitgeworpen. Degene die jouw middelaar had kunnen zijn tegen de toorn van God, heb jij afgewezen als een waardeloze steen. Maar de kostbare steen die de bouwers hebben afgewezen, is het hoofd van de hoek geworden. Daarom zijn jullie niet langer het volk dat bij zijn naam wordt genoemd. En kwamen jullie onder het oordeel van God. Daarom moest Jeruzalem verwoest worden en moest de tempel vernietigd worden. De letterlijke vervulling van Jezus' profetie in Lucas 19, vers 44 kwam toen in 70 na Christus Jeruzalem werd verwoest en in 143 na Christus zelfs de fundamenten werden vernietigd. Maar in de Bijbel spreekt God over de stad Jeruzalem als een beeld van de zichtbare kerk. De uiterlijke nieuwtestamentische kerk die tegen het einde der tijden onder Gods oordeel zal komen. Nu komt het dichter bij huis. Nu moeten we ons zorgen maken. Vorige week predikte ik alleen over de verwoesting van de stad Jeruzalem, zoals geprofeteerd in Genesis 49, vers 10. Maar als Jeruzalem verwoest moest worden, dan moest ook de tempel in Jeruzalem verwoest worden.
Als Jeruzalem een representatie is van de Nieuwtestamentische kerk, wat vertegenwoordigt de tempel dan? En wat betekent het als God over de verwoesting van de tempel spreekt in zo'n mate dat er geen één steen op de andere zal blijven? We moeten de tempel vanuit twee gezichtspunten bekijken. Ten eerste moeten we kijken naar de fysieke tempel. Open uw Bijbel bij Lucas 21, vers 5 en 6. Het is nu dinsdagmiddag, 2 dagen voordat de discipelen zich gaan voorbereiden op het laatste paasfeest met Jezus. Ze staan buiten de tempel. En als sommigen zeiden van de tempel dat hij schoon, met schone stenen en begiftigingen versierd was, zeide hij, Jezus, wat deze dingen aangaat die gij aanschouwt, er zullen dagen komen in welke niet één steen op de andere zal gelaten worden, die niet zal worden weggebroken. De woorden in Matteüs 24 en in Markus 13 zijn bijna identiek aan wat we hier in Lucas lezen. Luister maar terwijl ik u voorlees uit Matteüs 24 vers 1 en 2. En Jezus ging uit en vertrok van de tempel en zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen van de tempel te tonen. En Jezus zeide tot hem, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik, hier zal niet één steen op de andere gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Als we schrift met schrift vergelijken, moeten we de interpretatie van deze gedeeltes koppelen aan Lucas 19 vers 44, waar Jezus dezelfde woorden gebruikt. Er zal niet één steen op de andere gelaten worden. Daarom was de fysieke verwoesting van de tempel dezelfde gebeurtenis die ervoor zorgde dat de stad Jeruzalem werd verwoest, zodat er niet één steen op de andere zal blijven. Historisch gezien gebeurde dat inderdaad. En de tempel werd verwoest op dezelfde dag dat de stad werd verwoest. Maar God heeft dat niet alleen in de Bijbel gezet om ons wat geschiedenis te leren. Jezus gaf aan dat deze gebouwen van baksteen en mortel ergens een representatie van waren. Ze vertegenwoordigen iets. En wat vertegenwoordigde de tempel? Sla slechts 1 pagina naar links en lees opnieuw vanaf Lucas 19, nu beginnende bij vers 45. Gegaan zijnde in de tempel begon hij uit te drijven die daarin verkochten en kochten, zeggende tot hen, er is geschreven, mijn huis is een huis van gebed. Maar gij hebt dat tot een kuil van moordenaren gemaakt. En hij leerde dagelijks in de tempel, en de overpriesters en de schriftgeleerden en de oversten des volks zochten hem te doden, maar zij vonden niet wat zij doen zouden, want al het volk hing hem aan en hoorde hem. In vers 46 toonde de Heere Jezus de tempel. Of in vers 46 noemde de Heere Jezus de tempel mijn huis. Maar deze tempel was een product van koning Herodes de Grote. Dezelfde die de moordenaar van de baby's in Bethlehem was. Herodes was beslist een heiden, een ongered man. Sinds wanneer begon deze tempel Gods huis te zijn? Zie je, Herodes werd door God in autoriteit geplaatst. De tempel was een geschenk van koning Herodes aan de Joden. En de religieuze heersers van de Joden droegen deze tempel op aan God. Zo werd dit Gods huis. Ook al was het heilige der heiligen in de tempel leeg, er was daar geen ark van het verbond,
omdat de ark van het verbond 600 jaar eerder verdween toen Jeruzalem werd verwoest door de natie Babylon. Maar net als Jeruzalem werd de tempel vervuild door valse evangeliën. Geestelijk typeerde de tempel de uiterlijke kerk, net zoals Jeruzalem dat was. Daarom moest de Heer Jezus de tempel reinigen. Maar de fysieke tempel werd in gebruik genomen als een oudtestamentisch gebouw om te dienen als een plaats waar dierenoffers werden gebracht. Nadat Christus naar het kruis ging, had de fysieke tempel niet langer de mensen naar Jezus verwezen. Wanneer diende de fysieke tempel eigenlijk haar laatste dienst aan God? Wanneer was haar laatste dienst aan God? Na Pinksteren waren de Joodse christenen terughoudend om te stoppen met aanbidden in de tempel. Ze bleven vasthouden aan de oudtestamentische ceremoniële wetten. En zij bleven samen met de Joden in de tempel. Aanbidden. Daarom moest God de tempel vernietigen. Om hen zijn doel met het nieuwtestamentische te laten begrijpen. De nieuwtestamentische kerk. God had de tempel kunnen vernietigen kort nadat Christus aan het kruis hing. Maar hij deed het niet. God wachtte tot Jeruzalem niet langer het centrum van de geestelijke activiteiten van de nieuwtestamentische kerk was. Het centrum verschoof van Jeruzalem naar Antiochië in Syrië. Het was vanuit Antiochië dat de eerste zendelingen Paulus en Barnabas de wereld werden ingestuurd. Toen, na 3 zendingsreizen van de apostel Paulus, stuurde God Paulus naar Jeruzalem, naar de tempel waar de Judaïsten een opschudding veroorzaken, met als eindresultaat dat Paulus naar Rome werd gestuurd. En Paulus een zendeling in Rome werd. Laat me u voorlezen uit Handelingen 23 vers 11, daar staat: en de volgende nacht stond de Heer Jezus bij hem en zeide: heb goede moed, Paulus, want gelijk gij te Jeruzalem van mij getuigd hebt, alzo moet gij ook te Rome getuigen. Dit was het laatste doel van de tempel in het plan van God. Kort nadat Paulus naar Rome was gestuurd, werden Jeruzalem en de tempel totaal verwoest. Toen werd de tempel afgebroken. God was klaar met de fysieke tempel in Jeruzalem. God heeft dat duidelijk verklaard in Matteüs 27, vers 51. Ga alsjeblieft naar het evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 27. Op het moment dat Christus aan het kruis stierf, vonden er een aantal wonderen plaats die Gods plan voor de nieuwtestamentische kerk aangaven. We lezen in Matteüs 27, vers 51. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven naar beneden in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen scheurden. De zware sluier, die het heilige der heiligen scheidde van de rest van de tempel, werd van boven naar beneden gescheurd, alsof de vinger van God die sluier van boven naar beneden scheurde. De afgelopen 1500 jaar kon het heilige der heiligen niet worden gezien en was het ook niet toegankelijk voor het volk van God. Dit was de plaats waar de ark van het verbond had gestaan. Dit was de plaats waar God woonde. Slechts 1 keer per jaar, op de grote verzoendag, mocht de hoge priester achter het voorhangsel komen met het bloed van een stier en met het bloed van een geit en het bloed op het verzoendeksel van de ark van het verbond sprengen. Hierbij gaf God aan dat de enige toegang die mensen tot God hadden via de hoge priester was, als middelaar tussen God en zijn volk. Maar dit alles werd teniet gedaan toen Christus kwam
als onze hoge, grote hoge priester. Toen God het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden scheurde, gaf God daarmee aan dat directe toegang tot God nu voor alle mensen beschikbaar was. We hebben niet langer een menselijke middelaar nodig, zoals een priester, om te bemiddelen tussen God en ons. Nu kan ieder van ons rechtstreeks tot God komen door het lichaam van Christus dat verscheurd werd om ons directe toegang tot God te geven. Daarom scheurde God het voorhangsel in de tempel, zodat het heilige der heiligen niet langer de heilige plaats was. Daarom was de tempel vanaf het moment niet langer de tempel van God. Daarom was de stad Jeruzalem niet langer de heilige stad. Daarom was het volk Israël niet langer Gods favoriete volk. Vanaf dat moment hebben alle mensen van de wereld dezelfde positie voor God. God zelf zal een overblijfsel tot Christus trekken, uit alle stammen, naties, mensen en talen. De fysieke tempel zag er aan de buitenkant goed uit. De fysieke tempel bracht allerlei externe activiteiten met zich mee, geschenken en offers en noem maar op. Maar de fysieke tempel was vervuild met allerlei soorten werkevangeliën die door de religieuze leiders van die tijd werden gepromoot. God liet ons dat beeld van de Oud-Testamentische tempel zien, omdat God ons een beeld wil laten zien van de externe kerk in de laatste dagen. We moeten de balans opmaken en onszelf afvragen hoe trouw we zijn aan het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Of hebben we ons laten misleiden en volgen we een werkevangelie? Nadat Christus stierf en weer opstond uit het graf, was de fysieke tempel niet langer het centrum van de geestelijke activiteiten voor God. Het was een lege huls, maar het was de hele tijd Gods plan om een einde te maken aan de Oud-Testamentische gemeente en om een einde te maken aan de Oud-Testamentische ceremoniële wet en om een einde te maken aan de aanbidding die aan de tempel verbonden is. Daarom moest de tempel vernietigd worden. Wanneer we de geestelijke betekenis van de tempel beschouwen, moeten we een scheiding maken tussen de tempel voor het kruis en de tempel na het kruis. Voor het kruis symboliseerde de tempel de zichtbare externe kerk, waarin zowel geredde als niet geredde mensen samenkomen om hun God te aanbidden. Net zoals er vandaag de dag ongeredde mensen in de kerk zijn, zo waren er ook ongeredde mensen die in de tempel aanbaden, zoals Judas Iscariot, die lippendienst bewezen aan hun God. Laten we niet vergeten dat we zonder de genade van God allemaal als Judas Iscariot zijn en dat we allemaal als Adolf Hitler zouden zijn en dat we allemaal als Osama Bin Laden zouden zijn en noem maar op alle moordenaars van vandaag de dag. God zegt dat we ooit van nature allemaal kinderen van de toorn waren, net als anderen. Voor het kruis zien we een fysieke tempel en het corrupte religieuze establishment van die tempel. We zien ook dat deze tempel een geestelijke representatie is van de kerk in de laatste dagen. Maar na het kruis wordt het tempelgebouw vervangen door de werkelijkheid van de geestelijke tempel. Open uw Bijbel bij de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 2. Na het kruis spreekt de Bijbel over de zichtbare tempel die bestaat uit het lichaam van gelovigen. In de Nieuw-Testamentische tijdsperiode woont niet
En woont God niet in tempels die met handen zijn gemaakt? Een geestelijke tempel van individuele gelovigen vervangt nu de fysieke tempel. De Heer Jezus vertelde dit heel duidelijk aan zijn discipelen in Johannes 14, vers 23. Daar staat: Jezus antwoordde en zeide tot hen: Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. En zullen bij hem wonen, zegt hij. Jezus zegt hier, wanneer iemand van Jezus houdt, wat gelijk staat aan gered te worden, heeft die persoon een voortdurend verlangen om de wil van God te doen. En God zelf, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zal in die persoon hun woonplaats maken. Op deze manier is iedere individuele gelovige een woonplaats van God geworden. Elke individuele gelovige is letterlijk een tempel van God geworden. En alle gelovigen samen vormen een glorieuze geestelijke tempel, die ook wel de tempel van God wordt genoemd. We lezen in Efeziërs 2, vers 19. Nu dan bent u geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers en heiligen van het huisgezin van God. Toen wij heidenen in het vlees gered werden, zijn we niet langer vreemdelingen en vijanden van God, maar zijn we hetzelfde burgerschap aangegaan als de heiligen in de hemel en zijn we deel geworden van het huisgezin van God. Dat betekent dat we van de familie van God zijn. Onze naam Christen getuigt ervan dat wij tot de familie van Christus zijn geworden. God heeft deze eer volledig aan ons geschonken als een gratis geschenk. God heeft ons volledig door zijn genade tot zijn zonen gemaakt. Het was niet verdiend, omdat we ons in water lieten dopen. Het was niet verdiend vanwege het aanvaarden van de Heer Jezus. Het werd niet verdiend vanwege het geloven in Jezus. Het was helemaal gratis, volledig gratis, zoals gratis maar kan zijn. Dan lezen we in Efeziërs: gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is, op welke het hele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwas tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Dit is de geestelijke tempel die alleen God kan bouwen. Samen vormen we een geestelijk gebouw dat een heilige tempel in de Heer is en een woonplaats van God door de geest wordt genoemd. Maar individueel zijn we ook kleine tempels van God. Dit was altijd al Gods plan, al voor de grondlegging van de wereld. Vanaf het begin was God van plan om zijn Zoon, de Heer Jezus, naar de wereld te sturen om de hoge prijs te betalen voor onze zonden en om ons alles wat hij bezat gratis te geven. Maar het was niet gratis voor de Heer Jezus Christus. Voor hem waren wij een gekocht bezit. Open uw Bijbel bij de eerste brief van de Korintiërs, hoofdstuk 6. De achtergrond is hier dat we de zonde moeten ontvluchten. Als waarschuwing gaf God in versen 9 en 10 een lijst van mensen die het koninkrijk van God niet zullen beërven. Maar toen ging God verder en sprak tot zijn kinderen en God zei dat er waren sommige,
er waren sommigen van jullie in dat verleden tijd, als Christus inderdaad voor je zonden heeft betaald en als de Heilige Geest inderdaad een nieuwe ziel heeft gegeven, verheerlijk dan God in je lichaam en keer je af van de zonde. Dan lezen we, of weet gij niet dat uw liederlichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, die gij van God hebt en dat gij uzelf niet zijt. Je bent niet van jezelf, want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke goden zijn. God herinnert ons hier eraan dat ons lichaam de tempel van God is. Zondig daarom niet tegen uw lichaam. Wij bezitten onszelf niet. Christus bezit ons. Hij kocht ons. Hij kocht ons voor een zeer hoge prijs. Wij zijn in de wereld gekomen als rebellen tegen God. Wij waren eigendom van Satan. Maar aan het kruis plunderde Christus het huis van Satan. Omdat Jezus een mens was, was hij gekwalificeerd om de zonden van een ander te vervangen. Voordat de Heer Jezus Christus naar het kruis ging, nam hij de zonden op zich van allen die God van plan was te redden. En dat waren allen uit wie God voor de grondlegging van de wereld had uitgekozen. Beladen met onze zonden stond de Heer Jezus voor de oordeelstroon van God en werd schuldig verklaard aan al die zonden. Daarom moest hij de volledige betaling voldoen die verschuldigd was voor deze zonden. Dat was de gelijkheid van een eeuwigheid in de hel. Hij werd in onze plaats door God vervloekt, omdat er geschreven staat, vervloekt is een ieder die aan een boom hangt. Om de volledige betaling te kunnen betalen, moest de Heer Jezus de straf voor onze zonden in zijn lichaam en in zijn ziel ondergaan. Maar omdat Christus ook God was, kon hij zo'n groot lijden verdragen zonder daarbij verteerd te worden. Vlak voordat hij stierf, riep hij zegevierend uit, het is volbracht. Dat was het moment waarop Christus de betaling voor onze zonden voltooide. Wij werden zijn gekocht bezit met lichaam en ziel. Daarom, als we in Lucas 21, vers 6 lezen, dat de dagen zullen komen waarin niet één steen op de andere zal gelaten worden, die niet zal worden weggebroken, weten we dat dit niet kan verwijzen naar de nieuwtestamentische tempel van God, omdat het zal niet worden neergeworpen. Johannes 10, vers 27 tot 30. Sla alsjeblieft de Bijbel op bij het evangelie volgens Johannes hoofdstuk 10. De Heer Jezus beloofde dat degenen voor wie hij zijn leven heeft afgelegd, het eeuwige leven zullen hebben en dat zij nooit zullen worden uitgeworpen. Degenen die de individuele stenen in de nieuwtestamentische tempel van God zijn, niet in zicht als Jezus spreekt over er zal geen steen op de ander gelaten worden. De Heer Jezus zei in Johannes 10, vers 27, mijn schapen horen mijn stem en ik ken mezelf en zij volgen mij. Dus dit is geen optie. Zij die de schapen van Christus zijn, zullen zijn stem horen die hen roept met een krachtige roep of een onwederstaanbare roep. En zij zullen Christus volgen. Dat is geen optie.
God implanteert een nieuwe geest in ons, zodat we onweerstaanbaar tot de Heer Jezus zullen worden aangetrokken en Hem zullen volgen waar Hij ons ook heen leidt. Ik geef hun het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid en niemand zal dezelfde uit mijn hand drukken. Mijn Vader die ze mij gegeven heeft is meer dan allen en niemand kan ze rukken uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. Nogmaals, er is geen enkele reden om aan de woorden van de Heer Jezus te twijfelen. Hij zal degenen die hij heeft gered niet in de steek laten. Niemand is in staat ons uit zijn hand te rukken. Niemand is in staat om ons uit zijn hand te rukken. We zijn niet in staat onszelf uit zijn hand te worstelen. Omdat hij ons heeft gered, kunnen we dat onszelf niet ongedaan maken. Niemand is in staat God in enige van zijn plannen te frustreren of te dwarsbomen. Daarom is de geestelijke tempel van God, de tempel die bestaat uit het lichaam van de gelovigen voor wie Christus heeft geleden en is gestorven, niet in zicht toen de Heer Jezus profeteerde. Er zal niet één steen op de andere gelaten worden. De gelovigen zijn individueel de stenen van de geestelijke tempel van God. Maar God zal ze niet als stenen en mortel neerwerpen. Wat heeft God dan op het oog? Misschien kan ik het met enkele analogieën uitleggen. Het eerste voorbeeld is ons lichaam en onze ziel. Onze aardlichaam zal vernietigd worden. Maar in dat lichaam leeft een wedergeboren ziel die God meeneemt naar de hemel. Het tweede voorbeeld is de plaatselijke kerk. Er is een extern zichtbare kerkelijk lichaam dat bestaat uit een mix van mensen die samenkomen om God te aanbidden. Niet iedereen binnen de externe kerk is zalig of wordt zalig. Maar binnen dit zichtbare kerklichaam bevinden zich in de onzichtbare kern, een onzichtbare kern van werkelijke kinderen Gods. De externe kerk zal tegen het einde der dagen afvallig worden, omdat het aan het beest gegeven was om oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen. Maar God zal de onzichtbare kern van geredde mensen meenemen naar de hemel. Het derde voorbeeld is de tempel. Er was een extern zichtbare oud-testamentische tempel die doorgaat tot in het Nieuwe Testament als externe kerk. Maar binnen de oud-testamentische gemeente, binnen de nieuw-testamentische kerk, is er een onzichtbare kern van werkelijk geredde mensen die de geestelijke tempel van God zijn, omdat God in hun ziel woont. Deze geestelijke tempel van God zal nooit worden afgebroken, maar de extern zichtbare oud-testamentische tempel wordt afgebroken. En dat is de externe kerk die zal afvallig worden in de nieuw-testamentische tijden en die zal afgebroken worden. Zoals de tempel werd afgebroken, zodat er niet één steen op de andere bleef. En God zal de geestelijke tempel van God meenemen naar de hemel, waar het nieuwe Jeruzalem zal worden genoemd. Laten we ons concentreren op de aardstempel. Eén ding dat we hebben opgemerkt in die tempel was dat Jezus de tempel reinigde. Open de tweede brief aan de Korintiërs hoofdstuk 6 in uw Bijbel. Jezus reinigde de fysieke tempel omdat deze vervuild was. Het was een noodzakelijke zuivering. Hetzelfde zien we in de uitwendige zichtbare nieuwtestamentische kerk.
Een van de meest effectieve manieren van Satan om de kerk te vernietigen is door middel van gemengde huwelijken. Vooral in deze tijd waarin 85% van de bevolking van de Verenigde Staten zichzelf christen noemt, wordt het steeds moeilijker om onze tieners ervan te overtuigen dat niet iedereen die zichzelf christen noemt gelovige mensen zijn. Net zoals Jezus de tempel reinigde, moeten we onze kinderen opleggen dat ze niet uitgaan met mensen die wij als ouders als ongelovigen beschouwen. Er staat namelijk in 2 Korinthe 6, vers 14 tot 16, trek niet een ander juk aan met ongelovigen, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis. En wat samenstelling heeft Christus met Beliël? Of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel van de levende God, gelijkerwijs God gezegd heeft. Ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen en ik zal hun God zijn en zij zullen mij een volk zijn. God vernietigde de oud-testamentische tempel, maar het was een noodzakelijke vernietiging. Open uw Bijbel bij de brief aan de Hebreeën hoofdstuk 10. En ik beloof u dat dit de laatste keer is dat ik in deze preek naar een ander hoofdstuk moet gaan. Waarom was het nodig dat God het fysieke oud-testamentische tempel vernietigde, zodat er geen steen op de andere bleef? We lezen, want de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen in hoofdstuk 10 vers 1 tot 5. Niet het beeld zelf der zaken kan met deze offeranden, die zij alle jaren gedurig opofferen, nimmer meer heiligen degenen die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden zijn geofferd te worden, omdat degenen die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben der zonden eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiet in dezelfde alle jaren weder de gedachtenis der zonde, want het is namelijk onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. We weten dat deze vernietiging van de tempel geen betrekking kan hebben op de vernietiging van de geestelijke tempel van God. Omdat de geestelijke tempel van God veilig is. O ja, de plaatselijke kerken worden in een alarmerend tempo afvallig. Maar we hebben uit Gods brieven aan de 7 kerken in Klein-Azië in Openbaringen 2 en 3 geleerd dat God de kandelaar 1 voor 1 van elke kerk zal wegnemen. Zolang een kerk trouw blijft aan de schrift, zal God de kandelaar niet wegnemen. Omdat Christus zijn getrouwen niet in de steek laat. En we lezen dan verder in hoofdstuk 10, vers 19 van Hebreeën. Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart en volledige verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde, van het kwaad geweten en een lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft, is getrouw. De zekerheid die wij hebben, rust niet in ons, maar in Christus, onze gezegende zekerheid, wordt zo mooi weerspiegeld in de lofzang nummer 463 die we gaan zingen. Kort samengevat, niet welke tempel wordt vernietigd, niet
de ware tempel van God, maar de externe kerk, de zichtbare kerk zoals die ziet, die wordt afvallig. Die wordt afvallig en daarom verwoest. We zien dat ook in de hoer van Openbaring die op het beest rijdt. Dat vertegenwoordigt ook de kerk. En Openbaring 17 en 18 vertegenwoordigt ook de kerk. Die afvallig is geworden. En dan komt er een roep uit van haar. Maar wij vertrouwen op God alleen. En wij houden vast aan Gods woord. Hou ook vast aan Gods woord. En zing ook dit lied mee. Lord, I would clasp thy hand in mine, nor ever murmur nor repine. Content whatever lot I see, since this God's hand that leadeth me. He leadeth me, he leadeth me, by his own hand he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. And when my task on earth is done, when by thy grace the victory won, and at death God's wave I will not flee, since God through Jordan leadeth me. He leadeth me, he leadeth me, by his own hand he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me.